Peter komt net terug van de grootste reis van zijn leven. De meest avontuurlijke en meest gevarieerde reis van zijn leven. Het was een soort van odyssee, zou je bijna kunnen zeggen. Het was natuurlijk, zoals je ziet in de titel, Super Mario Odyssey. Yay. De nieuwe Mario voor de Switch, eindelijk! De nieuwe 3D Mario. Hoe lang hebben we er wel niet op gewacht sinds Galaxy 2 op de Wii? En daarna was er nog de Wii U. En die had geen 3D Mario game. En nu zijn we waar we moeten zijn. Nieuw Super Mario Bros. Was 2,5D? Ah ja, was ook trouwens een hele vette game. Maar niet zoals het dit is natuurlijk. Nee, dit niet, is een echte Mario. Niet in de grandeur van Mario, Mario 64 of een Sunshine of zo. Exact. En ik ga gelijk een boude uitspraak doen. Dit is de meest gevarieerde game die ik ooit gespeeld heb. Wat? Straight out of the ballpark. Oké, 1. Hoe? 2. Bedoel je van alle 3D games ooit? Ja. Je hebt niet, je hebt duidelijk nooit Minecraft of zo. Nee, jij moet echt stoppen met een keer onze YouTube-kindjes te beledigen en kijken. Want dan ga je echt veel te ver. Want Minecraft is echt een goede game. Er is een mod die beter is dan Mario Odyssey. Er zijn mods die beter zijn dan GTA 5. I know. Je kunt het anders doen. Hey, maar nee, het is echt zo gevarieerd. Ja. En dat was volgens mij ook de missie van het ontwikkelstudio. Dat merk je echt aan alles. Hoezo? De sterren zijn eruit. Het zijn nu manen. Super revolutionair. Ja, dat niet. Maar normaal, in vorige delen begon je een level. Dan moest je één ster pakken. En dan start je het level opnieuw met een nieuwe missie. Dat is weg. Het is nu een open veld. Tenminste, een stuk of 15 open werelden. Verschillen een beetje van grootte. En daarin zijn de manen gewoon. De manen liggen daar. Ja, en hoe jij ze grijpt. Daarin zitten alle puzzels en gameplay elementen en transformaties. En daar hebben we het dus ook al eerder over gehad met de preview en de gameplay commentaar en zo, wat we al eerder hadden opgenomen nog voordat de game uit was. Dat het een beetje, in ieder geval dat vond ik zo, dat het een beetje Donkey Kong 64 aanvoelde. Die grote open werelden met allerlei verschillende collectibles en hoe je er komt, heb je verschillende krachten voor nodig, verschillende puzzeltjes die je ervoor moet oplossen. Ja. En dat zit er allemaal in. En daarmee is de grote gameplay vernieuwing natuurlijk Cappy, want Cappy doet twee dingen. Cappy doet heel veel nieuwe gameplay moves, dus je kunt werpen, je kan er overheen springen. En Cappy neemt vijanden over. Meer dan 50 vijanden kun je overnemen in Super Mario Odyssey. En zelfs... Nee, komt niet. Wat? Nee, ik moest niezen. Oh. Ja, want hoe dacht je anders dat ik waarom ik zo keek? Ik denk niet dat je aan het denken was of zo. Nee, of dat ik een hersenbloeding had, bloedklop. Ja. Oh, Tia. Ik kan weer door. Ik ruik toast. Is het rechterarm of linker? De mondhoek hangt een beetje scheef, Peter. Ja, nee, ik ook wel. Ja. Dat maakt niet uit. Maar goed, er zijn dus meer dan 50 wezentjes waar Cappy jou in kan transformeren. Ja, maar dat zijn niet alleen maar vijanden. Dat zijn ook gewoon soort van objecten en obstakels en alles. Ja, rits. Een rits. Dan kun je ritsen of een tank. Dan kun je met een tank schieten aan de Call of Duty. Oh, is dat niet een beetje, breekt dat niet een beetje met het Super Mario gevoel? Nee, het is een tank met, die heeft dan oogjes, omdat je dan natuurlijk een cap hebt. Als het oogjes heeft dan is alles discounted. Het werkt gewoon anders, het is gewoon Mario. Ja, okay. En dat is best wel tof, want het is heel erg, als je een hammerbro bent, dan kun je hamers gooien. Als je een Goomba bent, dan kun je jezelf stapelen, dan kun je een hele hoge Goomba worden. Als je zo'n lava dude bent, dan kan je door het lava heen. Ik bedoel, dat alles, zo'n bullet bill, dit kun je gewoon echt gewoon vliegen. En dat is gewoon wat het heel erg anders maakt dan alle andere Mario's. Dus de variatie in gameplay, want er zijn 500 manen, denk ik. Ik heb er nu 300 en ik heb het idee dat er 500 zijn. Maar dat gooi je ook even super casual, ik heb er 300. Ja, ik heb er heel veel, maar ik heb natuurlijk nog niet 500. Nee. Dus ik denk dat er 500 zijn, maar op hoeveel manieren je die manen kunt krijgen, dat is... En van die platformdingetjes en gewoon 2D Mario levels zitten er ook in. Super vet, dan moet je omhoog en dan ga je zo'n buis in en dan ben je in de muur. Als het ware een 1D of 2D Mario aan het spelen. Dus dan ben je boven en klim je er weer uit. Ik zit dan te denken, dat is eindelijk beantwoord Nintendo de vraag van wat gebeurt er tussen die twee buizen? Dat level. Super dat Mario altijd. Bros 1, 2 en 3 waren gewoon jij in Mario Odyssey naar het volgende gedeelte van het level aan het lopen. Het is een reference, een game van 20 jaar later. Het is Mario Inception. Next level. Oké. Maar dat is zo vet. Maar het klinkt ontzettend, en dat hebben we ook al eerder behandeld, dat is een beetje completionist drang krijg je er een beetje van. Want je wil al die manen hebben, je wil al die pakjes verzamelen in al die verschillende werelden, moet je heel veel verschillende stappen voor doen. Dat levert wel veel gameplay op. Super veel gameplay, super gevarieerd, wat ik zei. Maar het voelt ook een beetje, misschien een hele boude uitspraak, maar Breath of the Wild-achtig, want je wordt in een level gegooid. En eigenlijk, natuurlijk is er een story, die is te dun en te kort, vind ik. Dat is echt jammer. Het is echt een hashtag MeToo verhaal, hè, van Peach die niet wil trouwen met Bowser, maar ze dwingt hem. Oh. Dus hij dwingt haar. Ze hebben elkaar ontmoet op een app. Ja, dat denk ik. En, of in de kerk. Hoe heet het? Je krijgt in principe, nadat het verhaal uit afgerond is, krijg je gewoon de wereld open voor je. En je moet het dan zelf maar zien.
En dat voelde een beetje als Breath of the Wild. Ik stel me nu voor dat Mario ook echt zo uit zijn hut komt en dan loopt hij naar een cliff toe en dan komt zo heel langzaam zo het logo Super Mario Odyssey zo op de horizon. Ja, bijna wel, want hij loopt uit zijn Odyssey. Dat is dus een ruimteschip, kun je ook een souvenirs kopen. Oh, dat is die hoed waar je die jezelf ook kan customizen. Ik zag dat jij een hond had, ik was wild. Ja, ja, dat is super vet. Hond. Ja, dan kun je gewoon allemaal souvenirs meenemen in die verschillende werelden. Die trouwens ook heel toeristisch opgesteld. Ja, dus overal is er echt een soort flyer van de wereld. Die geeft tips. Of hints, geborgen hints waar je misschien nog manen kunt vinden. Nooit meegaan met de toeren langs alle pubs. Nee. Dat is altijd, al die gratis shotjes kun je ook gewoon krijgen als je zegt ik ben jarig. Ja, dat is waar. Ja. En ze hebben een lokale valuta en gewoon de gele muntjes. Die gelden overal. Bij lokale valuta kun je dus de lokale producten kopen. Dat zijn vaak lokale kleding waardoor je sommige gebouwen in mag. Waar je alleen maar in mag als bijvoorbeeld een kok of als een piraat of whatever. En de muntjes, die kun je ook, de algemene muntjes allemaal, kun je extra levens mee kopen en dat soort shit. Dat is zo completionist ook weer. Dat speelt er zo lekker op in. Dat je maar, van, ik wil nog wel dat ene, die zwembroek uit het, dat ene land wil ik nog hebben. Want dat is Mario Tepels. Maar het verschil tussen heel veel andere completionist games, namelijk vaak hele saaie MMORPG's waar je alleen moet grinden. Ja, okay. Is dit een game waar alles super anders voelt. Ja, nee, alles is een beetje speels en zo. Ja. Nee, okay, dat is toch wel leuk. En ik ga verder niks spoilen, maar mocht je het verhaal niet uitspelen, komt er iets van een wereld en dat is heel nostalgisch. Oh god. Ja. Zo vet. Ja, is leuk. We gaan terug. Je krijgt een Virtual Boy uit je Switch of zo. Wellicht. Ik zeg niks. Spoilervrij video review. There we go. Jij zegt, het verhaal is wat dunnetjes. Dat is een beetje je minpunt. Ja, ik heb nog één minpunt, is dat de boss battles, zijn vaak herhalingen van boss battles. Je krijgt in het begin strijd je tegen 4 konijnen, trouwens ontzettend irritante kutkonijnen. Oké, okay, ja, dat redt. Ik hou niet van konijnen, maar deze zijn echt heel fan. En die komen heel vaak terug en dan net iets moeilijker of net iets anders. En dan denk ik, ja, er zijn wel meerdere bosses, maar te weinig omdat ze te vaak die weer van stal trekken. Goed. Dat voelt herkenbaar als Splatoon 2. Waarbij ook de vijanden zo van, die ken ik al. Ja. Dat is niet de eindbaasvijanden. Ja. Jammer. Nou ja, dat is jammer. Maar goed, dus het staat wel weer haaks op al die supergevarieerde gameplay in die open werelden. En dan die eindbaas, weer hetzelfde trucje. Maar goed, het is nooit een moment dat je spijt hebt van deze game. Ik bedoel, je bent er zo lang mee bezig, het is zo uitdagend, zo leuk. En een 9. Een 9? Ja. Hoppatee. Het is wel lager dan Galaxy, hoor. Ja, Galaxy heeft 2 keer 10 gekregen. Dat komt door dat kleine dingetje. Ja, het is ook een smaakkwestie. Het is ook een smaakkwestie. Ja, ik denk dat heel veel mensen ook zoiets hebben van, dit is te veel, variatie kan ik niet hebben, maar nee, je moet alleen maar vuurballen gooien, net zit. Ja, nou ja, goed, dat kan. In ieder geval, wil je meer weten over wat Peter vond van Super Mario Odyssey? Lees de review, schrijf een review, hoppatee, lappe tekst. Gewoon. En we hebben ook nog een nieuwe gameplay video opgenomen. En de oude gameplay video, maar dan doen we alsof de game niet uit is, want dat was hij toen nog niet. Dus, zo gaan die dingen. Zo gaan die dingen. Klik door naar andere dingen. Bedankt Peter voor je heldere en iets wat te enthousiaste betoog over Super Mario Odyssey. Ja, echt te enthousiast, laat het weten. In de comments, want ik vind mezelf altijd heel leuk als ik enthousiast ben. Oké. Okay. Ik vind mezelf altijd heel fijn als ik heel druilerig en moest ben. Dat gothic. Weet ik, dat weet ik. Het is geen fase, man. Nee, oké. Okay. Anyway, dat was het voor deze keer. Tot snel bij een andere video van Gamersnet.nl. Wil je meer weten? Nogmaals, check de geschreven review. Super Mario Odyssey 9 van Peter. Dat is een aardig goed spelletje voor de Switch. Nice. Kan hij nog hoger? Mag ik weg? Nee, je mag. Hey. Zit er de boezem nog in?